Ja, dichterbij. Dichterbij, rondjes, kleine rondjes. Waarom fiets je nou zo hier? Waarom fiets je? Ik ben blij dat dit plein is, want zeg maar het enige plein is waar wat te beleven is. Ja. En dat zou bijna weggaan, maar het ziet er nu naar uit dat het gelukkig blijft staan. En de spuivorm, Frank Joram dus, hè? En ze kunnen dit heel mooi opknappen, want er is niks mis mee. Trekkende wethouders zo nodig vinden dat dat gebeurt. En wat moet er gebeuren met die tent die ze naar Scheveningen aan het bouwen zijn? Dat weet ik ook niet. Daar moeten ze graag wel een oplossing voor hebben. Maar ze gaan dat rustig openen. Ja? Ik denk dat dat gewoon een Haagse theater moet zijn. Net een soort tweede circus theater. Ja, soort. Was ook tijdelijk. Ja, precies. Dat vind ik eigenlijk niet. Dat kan daar behoorlijk stinken. Oh. Dat is me nooit opgevallen. Ja, dan ben ik loop daar hard. En als ik daar hard loop, dan denk ik altijd doorlopen. Want het kan daar best ruiken. En het scheelt ook dat ze dat hotel niet hoeven te, te onteigenen. Nou. Ja. Nee, ik vind het een goede ontwikkeling. Doorgaan zo. Maar weet je zeker dat, want ze gaan nu studeren, weet je zeker dat het afgesteld is? Nee, weet je hier nooit in. Nee, hè? Wel een mooi gezicht zo. Het staat tegen die mooie witte gevel, want precies. Dat was ook zo'n megalomaan project. Ja, hè? Precies. Maar dat is erg meegevallen. Ah. Einde. Ja.